Afgelopen week werd er begonnen met de aanleg van paden van beton op het braakliggend terrein bij Teamsbrug. De vlakte krijgt tijdelijk een nieuwe inrichting met de naam het Sportterras Hengelo. Het idee is dat er nu een raamwerk wordt aangelegd. Het ontwerp bestaat eigenlijk uit een soort lange banen. Daartussen ontstaan velden en die kunnen met een sportieve activiteit worden ingevuld door bedrijven, verenigingen, organisaties, buurtbewoners. Noem maar op. Het gaat om een tijdelijke invulling die we zo vrij mogelijk willen invullen. Dus het is eigenlijk als volgt. Er wordt nu het ontwerp bestaat uit vier lange banen. Daartussen staan veldjes. En een deel daarvan wordt ingevuld door ons met kunstgras. Daarop kunnen activiteiten plaatsvinden. Er kan een podium gebouwd worden van pallets. Er komen misschien bakken te staan waar mensen op kunnen klimmen en klauteren. Noem maar op. En er zijn er nog een paar velden. En we hopen dat bedrijven en organisaties, verenigingen, buurtbewoners zich melden om die verder in te vullen. Om het idee te lanceren werd er symbolisch een vlag geplant. Dat bleek niet zo gemakkelijk te zijn in de harde grond. Edwin Smits, projectleider Langeweemen van de gemeente, zei dat de plannen voor een horecawand in een afrondende fase zijn. We zijn wel volop met partijen ook in gesprek. Zeker voor het horecablok hier aan het burgemeester Jansenplein zijn we eigenlijk heel ver gevorderd op dit moment. Dat ziet er ook goed uit. We hopen eigenlijk dat de onderhandelingen daar deze maand voor mee kunnen afronden. Dat betekent dat er nog wel moet nog een omgevingsaanvraag komen. Overeenkomsten moeten nog wat aangepast worden. Maar wij hopen toch dat hier eind van het jaar gestart kan worden met de bouw aan het burgemeester Jansenplein. Inwoners of bedrijven met een origineel en sportief idee voor de invulling van de eilandjes op het terrein kunnen zich melden bij Bureau Hengelo of via de website www.weilanden.nl.